Yo mensen, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ben ik hier buiten, want tot nu toe is het nog best goed weer. Kijk maar naar de lucht. Tot nu toe is het nog best goed weer. En mijn fiets staat hier, ik ben ook even gaan fietsen ofzo. En wow, het weten jullie nog dat hier gewoon eerst een put stond en dit er nog helemaal niet was. Volgens mij was dit een dikke villa. Wow. Oké. Oké jongens, ik ben nu in het bos. Kijk maar rond mij heen jongens, gewoon een bos. Nog mijn video's heel lang kijken, weet je dat dit bos ook de horrorbos is waar ik zogezegd Momo heb gezien. Mijn fiets laat ik hier, ik weet niet of dat slim is. Tenzij ik die op slot kan doen, maar dat betwijfel ik. Nee. Nu de bommen zoeken en ik denk dat het dus langs hier is. Oké jongens, ik heb het gevonden. Yes. Kijk, hier is hem. Of hier is die. Ik hoor hier ook heel veel geluiden. Ik heb ook geen flauw idee wat het is. Allemaal precies voetstappen. En ook dieren natuurlijk ook. Ik denk dat ik wat dichter ga gaan. Proberen naar boven te gaan ofzo. En ik kan ook vol met spinnenwebben en zo. Oh my. Ja, ik ga proberen naar boven te gaan. Even geduld jongens. Ja. Ik viel al binnen. En kijk hoe hoog. Amai, amai. Ik ben half boven. Bang is van spinnen. Zoals ik. Ik ben bang van spinnen. Ik ga er dus niet in, want kijk maar. Waarom? Daar hangt gewoon een spin. Nu nog zien te weg. Zien te terugraken naar mijn fiets. En hopelijk staat hij er nog. En ja, jongens, kijk. Hier was ik dus ook overgeklommen. Dan ga ik nu terug over en dan zie ik jullie, ja, als ik erover ben. Oké, ik ben erover. En nu gaan we door naar mijn fiets of hopelijk dat hij er nog staat. Ik zit al vol met spinnenwebben en zo en met spinnen op mijn armen en op mijn benen. Echt totaal niet chill eigenlijk. Oef, mijn fiets staat er nog. Ik zie hem al. Auw. Damme. Zeg mij waarom. Jongens. Ja. Waarom? Zeg mij waarom. Ach ja. En daar staat mijn Ferrari. Q&A voor jullie georganiseerd. Dus ik ga vragen beantwoorden die ik gekregen heb van sommige mensen, vrienden en kijkers en familie. En de eerste is van mijn broer Jamie en hij zegt: hoe versier je iemand? Je gaat naar haar toe, of naar hij, of hem bedoel ik, en je loopt naar die persoon toe en je valt voor die haar voeten of zijn voeten en je zegt: ik val voor u. Dat moet je doen, jongens en meisjes. De tweede vraag is ook van mijn broer Jamie en hij zegt: wat zou je doen met je geld dat je verdient op YouTube? Cadeautjes voor mensen kopen en voor familie. Voor Jamie zou ik een auto kopen, had ik beloofd. Ik zou ook merchandise maken en verkopen en naar fans gaan en zo. Ja, dat is het eigenlijk. Volgende vraag is van... even kijken. Douke. En zij vraagt mening van haar. Hier heb je een foto van haar. Ja, best knap denk ik. Volgende vraag is van Matthias. Ben je maagd? Ik ben ontmaagd. Klinkt misschien heel raar. Moek, als je dit kijkt, ja, ik ben ontmaagd, sorry. Volgende vraag is van Emma. Wat zou je doen met jouw geld dat je verdient met YouTube? Heb ik al verteld, sorry. Volgende vraag is van Alexander. En hij zegt: waarom ben je begonnen met YouTube?
Ik keek heel vaak Ezra Knol en ik dacht van, yo, ik wil dat ook worden. Ik wil beroemd worden, ik wil mensen blij maken met mijn video's. En ook een beetje voor het geld eigenlijk. De volgende vraag is terug van Jamie, mijn broer dus. Wat is je grootste leugen? Dat ik 1 miljoen euro heb. De volgende vraag is van Luna en zij zegt, wat zou je doen moest er nu morgen een pakketje voor je deur staan met 33 miljoen euro in? Wat zou ik daarmee doen? Ik denk aan Afrika geven of aan landen die arm zijn. Een Lamborghini kopen voor mijn broer Jamie. De volgende vraag is van Monique en zij vraagt, ben je gay? Ja, ik ben gay. Ik val op jongens. Nee, dat is niet waar. Dat is een grapje. Ik val op meisjes. Ik ben niet gay. De volgende vraag is van Sam. Zij vraagt, heb je een piemel? Ik heb een piemel. Waarom zet ik dit zelfs op YouTube? De volgende vraag is van, kijk hoeveel Jamie elke gestuurd heeft van voor vragen. Kijk hoeveel. Allemaal vragen van hem. En de volgende vraag, ik ga even kijken voor Jamie. Hoe zie jij je over 15 jaar? Dikke villa, rijke tata. Ik wil sowieso naast mijn broer Jamie wonen, of bij mijn broer Jamie. Als dat zou lukken, wajo. Ik zou mijn geld met hem delen, ik zou mijn auto met hem delen. Ik zou eigenlijk veel met hem delen, liefde, heel veel liefde. De volgende vraag is van Margot. En zij vraagt, wat zou je doen moest ik naast je zitten? Ik zou weggaan, want je bent niet mijn type. Volgende vraag is terug van Jamie, want hij stuurt er heel veel en hij wil per se dat ik alles beantwoord. Wat is het eerste dat je zou doen als je zo voor een dag een ander geslacht zou zijn? Masturberen. De vraag is van Isaura. Heb je een vriendin? Min of meer, denk ik. Ongeveer, ja, ik weet het niet goed. Min of meer, denk ik. Volgende vraag. Ik krijg heel veel binnen nu, tegenwoordig. Abonnees heb je, zegt Vincent. Even kijken. Ik ga even kijken wat abonnees ik heb. Even YouTube. Ik heb er nu 718. Mag er nog altijd meer zijn, jongens. Dus abonneer allemaal op mijn kanaal. En like deze video. Reacties niet vergeten. Ik ga proberen vrijdag of zaterdag een video te maken. Want ik ga maandag tot en met vrijdag met een vriend van mij en een volwassene kamperen in een bos in de Ardennen. Ik ga ongeveer 120 kilometer stappen op 1 week tijd. Ja, James is me niet geloofd. Bel mij nu. Dan. Nog een vraag. Is van Merle. Of Merle. Of zoiets. En ze vraagt, wat doe je? Ja, opnemen. Ik ga dus 120 kilometer stappen op 1 week. Ik ga sowieso kapot zijn. En de dag nadien naar mijn onkel. En daar ga ik fokken. Doe maar rustig voor. Ja, maar nu komt hij op beeld. Ja, zo'n stukje. Maar je mag toch niet op YouTube staan? Ja, ik sta maar. Ik heb hem toch anders maar. Alleen aan. Waar was ik? Waar was ik? Waar was ik? Ik ben door jou mijn dingen kwijt. Wat ik wou zeggen. Je waar bij mijn onkel? Met een vrienden misschien een crossbar challenge opnemen. Ik weet een vraag. Stel ze. Nee, ik ga mijn broer bellen. Misschien hoop ik hij op. Ja! Promotie! Vraag om promotie! Oké, ik zal een link van uw kanaal al in de beschrijving zetten. Joe! Oké, dus allemaal check iedereen de link in de beschrijving. Daar staat een YouTube kanaal van mijn broer. Check allemaal even zijn kanaal en abonneer hem even. Ik denk, ik ga deze video ook ineens afsluiten. Abonneer mijn kanaal, like deze video. Reacties niet vergeten. En dan zie ik jullie waarschijnlijk vrijdag of zaterdag of zondag wel terug. Bij de nieuwe video en de vlog die ik ga maken van maandag tot vrijdag in het bos met mijn vrienden. Gaat gefilmd worden door mijn GoPro. Joep!